Beste kijker, vandaag maken we bieslook fetacreme. Dat receptje heb ik al heel lang en maakte ik vaak toen mijn kinderen klein waren. Ik maakte dat met mijn staafmixer, maar het was wel een heel gedoe. Dankzij de Thermomix klaren we dit op enkele seconden. We volgen het recept uit mijn eerste kookboek. Wat hebben we nodig? Fetakaas, bieslook, een teentje look, olijfolie en peper. In dit recept voegen we geen zout toe. Fetakaas smaakt al zout genoeg. Met deze bereiding kan je heel veel kanten uit. Je kan het gebruiken als aperitief hapje, op een toastje of een sneetje komkommer, of als een dip met picos. Wat ik soms doe, ik neem een stukje vis, smeer wat feta crème op de vis en bak het verder in de oven. Wil je het met vlees serveren, neem een stukje kippenwit, snij het door middel, smeer wat kaas op het kippenwitje, plooi het opnieuw dicht en wikkel het in een sneetje gerookte ham. Bak het verder in de oven of in de pan. Wat mijn kinderen heel graag doen, is een lepeltje van de fetacreme toevoegen aan de soep. Maar vandaag gaan we het serveren als aperitief hapje op een toastje.